Ook borstkankerpatiënten uit het Albert Zwaaiense ziekenhuis in Dordrecht kunnen terecht bij het wereldwijde actieve Nitted Nokkers. Het uitgiftepunt zit in de bibliotheek van Sliedrecht. Nitted Nokkers, als je dat letterlijk vertaalt, dan kom je op uh, gebreide titel. En ja, dat is eigenlijk al ook waar het om gaat, hè? Ja, dat klopt. Maar wij prefereren het om het uh, trico-borstprotheses te noemen. Waarom eigenlijk uh, gebreide protheses? Nou, het heeft eigenlijk voordelen. We breien en haken ze van gemaceriseerde katoen. Daar doe je ook uh, kleding of, of spulletjes voor een babytje voor breien of maken. En dat is super zachte katoen. En dat irriteert de huid minder en het neemt vocht op. Het is veel lichter dan de uh, standaard borstprotheses die van siliconen zijn. En heel veel mensen hebben daar baat bij. Het is niet voor iedereen geschikt, maar heel veel mensen hebben daar baat bij. Sommigen gebruiken het uh, dag in dag uit, want dat is hun verantwoording. Maar de, heel veel gebruiken het als een comfortproduct. Ja, zie het dan als een paar pantoffels. Je komt s'avonds thuis van je werk en je doet die zware siliconen borstprotheses eruit. En je doet zo'n heerlijk comfortabel lichtgewicht katoenen prothese in je BH. En een prettige bijkomstigheid is ook, onze borstprotheses hebben een driehoekige vorm. En die kan je gewoon in je eigen BH, in je oorspronkelijke standaard BH uh, plaatsen. Je moet ze dan even op de hoekjes vastzetten, maar je hebt er geen prothese, kostbare prothese-BH voor nodig. Want ze kunnen gewoon mee de wasmachine in. Nu is geen uh, vrouw hetzelfde, uh, je hebt ook talloze maten. Hoe, hoe los je dat probleem op? Nou, wij meten de maten op. De, de vrijwilligers die breien en haken thuis de protheses. En dat doen ze in hele leuke kleurtjes of hele bescheiden kleurtjes of wat dan ook. Eens in de maand leveren we ze allemaal, worden ze allemaal ingeleverd. En daarna gaan we met een groep vrouwen, dat noemen we de vaste kern, gaan we alles nakijken of, het, of er geen foutjes in zitten. Maar we meten ze dan ook op. Dus wat we doen om een goede maat te verkrijgen, we meten de BH op van de dame die de aanvraag doet. En daar geven we een passende prothese in. En dat kan van een, van een dubbel a-cupje zijn met een omvang van uh, ja, een wesp. Maar het kan ook gewoon een stevige Hollandse dame zijn met een borstprothese van misschien wel 40 centimeter. Kun je nou bijvoorbeeld ook mee zwemmen? Die protheses worden van acryl gebreid of gehaakt. Die nemen minder water op. Dus als je dan uit het zwembad komt en je zondertje even af, je knijpt hem uit, je doet hem terug in je zwempak, is er niks aan de hand. En het weegt niks.